Criminelen die weten door te dringen tot het gemeentehuis. Of ambtenaren die geheime informatie lekken en fraude plegen. Wij ontdekten minstens 100 voorbeelden in ons grote onderzoek naar foute ambtenaren. En de drie meest opvallende laten we nu zien. Dit is het gemeentehuis van Doetinchem. Een ambtenaar die hier werkte werd ontslagen omdat hij bijna 2 miljoen euro achterover drukte. De ambtenaar maakte nepfacturen en bestelde hiermee kantoorartikelen, zoals briefpapier. Bij het bedrijf van zijn zus. De gemeente betaalde, maar de spullen werden niet geleverd. Samen met zijn zus verdeelde de ambtenaar het geld. Pas na ruim 12 jaar, en dus bijna 2 miljoen euro verder, werd hij betrapt op dit misdrijf. Hier bij de gemeente Den Bos werd een ambtenaar op straat gezet omdat hij thuis een wietplantage had. De ambtenaar was in dienst bij de gemeente, maar had thuis een illegale hennenplantage. De drugshandel werd ontdekt, opgerold en was zo groot dat de ambtenaar zijn huis uit werd gezet. Toen zijn werkgever ontdekte een drugscrimineel in dienst te hebben, werd het contract beëindigd. Ambtenaren die paspoorten vervalsen. Daar weten ze hier op het gemeentehuis in Den Haag alles van. Op de afdeling Burgerzaken heeft een corrupte ambtenaar jarenlang paspoorten vervalst. Een van die paspoorten kwam in het bezit van Ridouan Tachi, die verdacht wordt van drugshandel en moord. Taghi vloog zelfs met een vervalspaspoort paspoort naar Dubai om onder te duiken. In totaal gaat het om minstens 100 voorbeelden van criminele activiteiten door ambtenaren op gemeentehuizen door het hele land. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.